mensen van EagleTubers en welkom bij een History Park. Er is al een video online gekomen over het nieuwe gebied, Phantasia. Maar nu is het gebied een stuk meer vorm dan toen. Maar even denken. Het was zo. Toen was het begin van de fabriek langs buiten al klaar. Maar nu, kijk, nu is het. Aan de buitenkant is. Al het gebied zelf is klaar nu. En zo ziet het eruit. Ik vind het ook weer heel goed gelukt. Ja. De rides zijn niet klaar, mensen. Nee, dus een. De fabriek staat er echt heel schoon in dit gebied. Ja, de toren hebben al gezien. Dat gedeelte hebben al gezien. Die ook maar eens, die toren. Ja. Die poort hier, die gaat binnenkort naar het laatste gebied, maar die poort die ga ik aanpassen, want ik vind die poort eigenlijk niet schoon zo, dus die ga eens aangepast worden. Dit zijn de dansende fonteintjes van Plopsa, en dan zal ik eens even afspelen. Zo. Wat gaat er nog veranderen? Die poort daar, die naar het volgende gebied ga ik misschien niet mogen. Ik ga er een slotgracht bouwen ofzo. Ja, dan is hier nog een terras met friet, kraam. Dan kun je hier naar de tea room gaan, die gaan aan de uitgang van de Willy Wonka attractie liggen. De Willy Wonka zelf, de attractie, de wachtrij is zo wat af. In de wachtrij gaat er nog wat interactie komen, maar dat gaat met de voorshow gebouwd worden, dus dat is nog niet klaar. Ik ben nu met het station bezig, je kunt het daar zien. Dit wordt de souvenirwinkel, die gaat ook aan de uitgang van Willy Wonka liggen. En dan hebben we hier de ingang van de tweede attractie, die is ook al af, of ja, bijna af. Ik moet nog een paar dingen aanpassen, maar dat kan ik pas doen als Jonas. Ik ga beginnen eraan. Maar er is de bobcart en ik vind dit eigenlijk wel het schoonste punt van het gebied. Die ingang en dan die, zie je hier die wachtrij, nog een paar achtergrondhuisjes. Furious Boost. Ja, dat is hier ook weer zoiets gelijk als in Golden Century. Pressure Plate. En dit is de layout. Vergelijkbaar met de blitzbaan van Toverland. Dus wat ik nog moet aanpassen. Wacht, ik zie het niet. Wat is dat Toverland dan? Wat? Blitzbaan. Ja. Wat ik hier nog moet aanpassen zijn die witte quartz. Daar moet Jonas de trick op leggen en dan ga ik dat vervangen voor die stairs. Ah. En binnen is er ook nog wat te zien. Hij start binnen daar. Hij gaat ook een stukje dark ride hier. En er komt uiteraard on-ride muziek bij. En verder. Dan is dat wat weer een topper. Verder is er hier ook nog een tunnel. Die lijkt zo'n beetje op de. Ja, die lijkt op de tunnel in Phantasialand. Ja, dat bedoel ik. Ja, die tunnel waarvan je van Berlijn naar Fantasy gaat. En hierachter komt een heel groot meer. Waar daar een watershow op zou moeten komen. Maar voor die watershow gaan we waarschijnlijk een plugin moeten vinden. Want met particles gaat dat echt op niks uitlopen. Of het gaat te veel buggen omdat er te veel particles tegelijkertijd zijn. Of je gaat er niks van zien omdat ze te ver weg zijn. En dan komt hier ook nog een bootvaart, een boottocht. Die in het magazijn van de film The Neverending Story. Buiten dat is er ook nog een andere attractie klaar en dat is hier de stoomtrein. Die was. Die was compleet. En die is al toegankelijk, je kunt er al in. Alleen het enige wat nog. Ontbreekt zijn on-ride geluiden, zo tjukke tjukke tjuk geluiden. Die zijn er nog niet op deze moment. Komt bij, zak. Maar je kunt de trein al doen, hij is af.
We gaan hem niet... Ja, in Duizend en Nacht dat te doen, dan kunt u op de ster naartoe werpen. Ja. En ja, zoals we in de vorige video hebben gezegd, deze station gaat voorlopig nog niet gebruikt worden zolang het gebied niet open is. Ah, ja. En daarom gaat dit station wel gebruikt worden, maar wanneer Fantasia klaar is, gaat deze station een fake station worden. Een beetje een decoratie. Ze gaan hier een paar... Want die twee stations vlak naast één staan. We gaan hier een paar vikingen zetten en dan rijden hier gewoon met de trein voorbij. Ja, en nog iets, er komt nog een nieuw station, mensen in de toekomst. Ja, in de middeleeuwen gingen we binnenkort, als alle gebieden klaar zijn, gingen we helemaal aanpassen. Als Dive of Merlin en ja, het hele gebied ga ik een beetje aankleden en dan aankleden, een beetje aanpassen. En dan komt er ook een station van de rituur tussen station 1 en station 2 is wel heel lang. Ja. Ik ga ook de wachtrij filmen misschien. We zullen de wachtrij doen, hè, mensen. Ja, dit is zo'n extra lange wachtrij voor drukke dagen. En ja, dan begint de getiemde wachtrij. Dan kun je hier de start van de attractie zien. Ja. Nou, deze is eigenlijk ook gebaseerd op de wachtrij van de blitzbaan, deze. Wat is dat maar niet? Dat was een soort laboratorium. Ja. De teaming van deze attractie is ook een soort uitvinding. Zo'n soort rocket boost. En dat is dan de attractie zelf. Net als een blitzbaan, heel lange wachtrij. Maar ik vind hem wel mooi. Niet de schoonste, maar... Hij is wel oké. En dan komen we terecht in het station. Die is wel heel mooi, vind ik. Dan moet je hierin stappen. Nu ga ik op de zee, dat wel. Nee. Er is zelfs nog geen model gemaakt. Nee, niet. Dan gaan we nu aan beginnen. Zullen de wachtrui van Willy Wonka ook eens even belopen en dan is het gedaan, want dan is er niks meer te zeggen. Dus dan, wanneer die bouwtocht of die vijver in bouw is, dan komt de volgende aflevering. Want van Willy Wonka, dat had je zelf, nou, dat gaat. Dus ja, in feite, dit is de zigzagwachtrui waar dat je wacht voor de voorshow en dan kun je hier binnen. En dan ga je hier de voorshow komen op dat podium. Willy Wonka. Maar weer plezant. Willy Wonka, the greatest chocolate here. Ja, dat hè. Ja. Ja, dat hebben we al gezegd in de vorige video, mensen, dat het daar ging zijn. En dan begint het een beetje geteamd te worden. We komen in de fabriek en hier komt wat interactie, zo die chocolade. Dan ga je uit die hoppers zo wat chocolade komen, zo, dat soort dingen. Dat wordt helemaal professioneel, mensen. Dan heb je hier wat vensters, dan gaat in de tea room kunnen binnenkijken en de tea room kan dan in de wachtrij binnenkijken. Dan heb je hier ook nog een paar rommelkasten. Ja. Dan gaan we de trap op. Ja, zullen we even zingen dat leken van Willy Wonka, Willy Wonka. Ik ga het echt gebruiken. Ik dacht dat hem zelf ging zingen. Ja, je ziet dat de bouwstijl niet helemaal overeenkomt met de film, want ja, je moet die film eens bekijken. Soms zitten ze van die knalwitte witte kamers. Als ik daar hier ga bouwen, dan is dat niet mooi. Ja, dan komen we in het station. Dit is nog niet klaar. Ja, dit is het station, dus die is nog niet klaar. Het wordt werken, dat hoor. De wachtrui heb ik een beetje gebaseerd op die van Mouse of Chocola. En ook het station trekt er een beetje op. Ja, dus hier moet ik verder doen. Maar voor nu was deze de video weer. We hebben alles weer laten zien. Stuk meer vooruitgang. Oké, voor deze was dit weer de video. Dus like en abonneer en ciao.